Elke week vragen we een schrijver om te reflecteren op deze coronacrisis. Met elke week een ander, een soort estafette dus. En we trappen af met Tommy Wieringa. Hij brak in 2005 door met het boek Joe Speedboat en schreef daarna meerdere bestsellers, zoals Dit zijn de namen, waarvoor hij de Libris Literatuurprijs won. Tommy zou eigenlijk bij ons in de studio zijn, maar vandaag liet hij weten dat zijn vrouw griepverschijnselen heeft. Ja, en dus is dat onverstandig. Het woord is nu aan Tommy vanuit huis. Ik beken, ik heb gehamsterd. 10 kilo broodmeel en 3 gerookte makrelen. Ongeveer de dingen die onze lieve Heer zo wonderbaarlijk vermenigvuldigde op de oever van het meer van Galilea. Ik gehoorzaam aan een opdracht die sinds het begin der tijden in ons werkzaam is. Leg voorraad aan voor tijd van schaarste. Als soort komen we uit millennia van schaarste voort. De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van levensmiddelen in de supermarkt is op de tijdlijn van de menselijke evolutie nog maar vanmorgen begonnen. Vandaag keren we naar onze oorsprong terug, in de supermarkt, die het toneel is van een ingehouden soort paniek. Handen worden ternauwernood in bedwang gehouden door zelfbeheersing en grijpen langzamer naar de laatste blikken tomatensaus dan ze eigenlijk zouden willen. Tussen de schappen wordt volop gerocheld en gehoest. Ik hou mijn adem in en heradem pas weer bij de glutenvrije producten. Ginds zakkert een dame tegen een vakkenvuller dat niemand de vereiste afstand bewaart. Ze staan je goddorie overal op de lip. De supermarkt is het bange hart van de coronacrisis. Over lege wegen rijd ik terug naar huis. Verlaten ligt het land erbij. Met gevoeliger zintuigen dan de onze had je de verbazing van de dieren over de onwerkelijke rust kunnen opmerken. Is er onder de mensen niet ook hier en daar opluchting te bespeuren? Kleine, clandestine haarden van vreugde over de vastgelopen raderen van de sociaal-economische machinerie? Niet over de eenzame natuurlijk, over de zieken en de doden, maar over het meedogenloze regime van tijd en arbeid dat als bij toverslag zijn macht verloren had. Er was geen doel meer, geen schema waaraan moest worden voldaan. Gezond blijven, niet sterven, dat was alles. Sommigen zouden de verveling van hun quarantaine productief maken door het schrijven van een dagboek of het lezen van romans. Die goede oude analoge genoegens, die geduldig hadden gewacht tot ze weer nodig waren op een dag. Anderen begonnen een moestuin, het was er het seizoen voor. Ze herinnerden zich misschien hoe na de financiële crisis veel Griekse jongeren naar het platteland waren getrokken. De stad had ze uitgespuugd, nu ze haar genoegens niet langer konden betalen. De band met het land was in Griekenland nooit zo rigoureus verbroken als bij ons. Ze waren de aarde trouw gebleven, in de woorden van Nietzsche. Ze bewerkten het land, snoeiden de olijfbomen, hielden bijen en stookten alcohol. Een klein leven. Hard werken voor weinig opbrengst, maar het was beter dan niets. Velen zouden naar de stad terugkeren als ze de kans kregen. Anderen vonden vervulling in het leven van hun voorvaderen. Een paar jaar geleden werd in Nederland een staatssecretaris weggehoond toen ze ouderen aanspoorden om een moestuin te beginnen als aanvulling op hun pensioen. Ten onrechte, want het was een goed idee. De smaak van zelfgekweekte tomaten is onverslaanbaar. En wie Marlon Brando aan het eind van The Godfather zag omvallen tussen zijn tomatenplanten, weet, doodgaan in je moestuin is een goede dood. Ja, Tommy, dat we nog naar ons een voorbeeld zouden nemen aan Marlon Brando. Hè? Had ik nooit gedacht. Mooi, prachtig wat je net voordroeg. Wij hebben nu contact via Skype. Welke gevolgen heeft deze crisis voor jou, dit isolement? Eigenlijk nauwelijks, want mijn isolement is permanent en zelf gekozen. Dus voor mij is het een hele productieve tijd, zoals altijd. Ik sta 's morgens vroeg op en ik werk. Tussendoor doe ik huishouden, dat wel. Dat doe ik gewoonlijk niet. Dat doe je gewoonlijk niet. Nou, wat fijn voor je vrouw dat jij nu helpt. Misschien kun je die erin houden. Voor jou is het isolement dus iets wat je vaker doet. Je gaat zelfs naar een klooster, hè, om je daar te kunnen concentreren. Maar nu is het niet gekozen. Nu is het verplicht. Maakt dat het niet anders? Nee, maar het is nog maar de 9e dag.
Dus dat valt wel mee. Ik denk dat over een week of wat dat de verveling wel toe gaat slaan. En niet alleen bij mij. Maar ik hoop inderdaad, wat ik net zei in dat stukje, dat die verveling productief gemaakt wordt. Want daar is het natuurlijk een schitterende tijd voor. Iedereen heeft zeeën van tijd. Dus afgesneden van alle onzin waar hij gewoonlijk zijn dagen mee vult. Mm-hmm. En kan mooie dingen gaan maken. En ik moest net, ik was geraakt door die Decameron. Dat vind ik nou echt iets prachtigs. Daar wil je misschien wel meedoen, denk ik zo. Ja. Ja, ja. Nou, samenwerken. Dat is iets moois van deze crisis. En ben jij zelf dan ook nu geïnspireerd? Je hebt dit prachtige stuk net voorgedragen. Maar heb jij nu al gelijk weer een idee voor een nieuw boek? Of hoe gaat dat? Nou, ik ben een nieuw boek aan het maken. Dat wordt een monsterlijk dik boek. Achter me zie je mijn kast. Dat is waar alle researchmateriaal in staat. Maar ik kreeg deze week een appje binnen waarin stond dat Shakespeare tijdens de builenpest ook in quarantaine was. En toen drie werken heeft geschreven, waaronder Macbeth en King Lear, geloof ik. Volgens mij is het niet waar, maar het werd mij wel onmiddellijk aan tot harder werk. Ik dacht, als hij drie stukken kan maken, dan kan ik tenminste een halve roman schrijven. Nou, we wachten het met z'n allen af. Dank je wel, Tommy. En jij hebt de volgende schrijver die je hebt genomineerd is Marente de Moor. Dus we zien haar volgende week. Dank je wel.